Een snelle treinverbinding van Amsterdam via Rotterdam en Antwerpen naar Brussel. Dat was de wens van verschillende transportministers in de jaren 80 van de vorige eeuw. Ook het Nederlandse kabinet was enthousiast en besloot in 1996 tot de aanleg van de hoge snelheidslijn naar het zuiden, de HSL Zuid. Kostte uiteindelijk 11 miljard euro. December 2012 is het dan eindelijk zover en zet de NS de Vira in van Amsterdam naar Brussel. Maar helaas, enkele weken later wordt de trein weer uit de dienst genomen vanwege verschillende problemen. Er is dus heel veel geld uitgegeven, maar het beoogde vervoer is niet tot stand gekomen. De Tweede Kamer wil weten hoe dat nou toch kan. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Waarom is het zo'n debakel geworden? Een parlementaire enquêtecommissie kreeg de opdracht het tot de bodem uit te zoeken. Dat hebben wij gedaan. We hebben dossieronderzoek uitgevoerd en ruim 80 betrokkenen gehoord in beslotenheid. Tot nu toe speelde het onderzoek zich achter gesloten deuren af. Vanaf maandag 18 mei kan iedereen meekijken bij de openbare verhoren. Wij spreken gedurende 4 weken verschillende betrokkenen uit binnen- en buitenland. Veel zaken komen langs, want de parlementaire enquêtecommissie wil antwoorden op diverse vragen. Zoals hoe heeft de NS in der tijd het recht verkregen om te mogen rijden over de HSL Zuid? En wat valt er te zeggen over de verhouding tussen de NS en de staat? Waarom is in der tijd gekozen voor Ansaldo Breda, de Italiaanse treinenbouwer? En hoe is toezicht gehouden op de bouw van de trein, die later de Vira is gaan heten? En hoe is nou de inspectie gegaan en de toelating van de trein? Bij dit alles kijken we natuurlijk naar de verschillende partijen en hun rol in het geheel. Denk aan de bewindspersonen, de Tweede Kamer, de Italiaanse treinenbouwer, de NS, de Belgische partijen, de keuringsinstantie en de inspectie. Een parlementaire enquête is het zwaarste controlemiddel van de Tweede Kamer. Opgeroepen getuigen dienen te verschijnen en zullen hun verklaring afleggen onder ede. De getuigen zullen plaatsnemen achter deze tafel. De openbare verhoren zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer, maar je kunt ze ook terugzien via YouTube. Na de openbare verhoren trekt de commissie zich terug om haar rapport op te stellen.